Dan willen ze een filmpje van PI3XTV maken. Volgens mij heb ik dat een jaar geleden ook gedaan. Ik hoop dat ik te verstaan ben. Er zitten wel twee forse blowers in de repeater. Er is sinds vorig jaar eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Alleen kleine dingen en vooral veel op elektronisch en qua software. En niet zozeer wat er heel veel te zien is. Ik zal beginnen bij het diesta-gedeelte. Dit is de voeding trouwens. De stroomvoorziening van de repeater. En dit is de UPS. De noodstroom die is net vervangen. Die was kapot. Kroonsteentjes, dat hoorde ik laatst, die kun je beter niet gebruiken, maar dit zit toch wel stevig, moet ik zeggen. Achter deze fluwe draad, daar zit de Raspberry Pi 4D staan. Ik weet niet of dat te zien is, maar er zit ook nog een DV Mega op, daar is het sprietje van. Als het met de hardware van de repeater werkt, dan wil ik wel eens de DV Mega aanzetten in plaats daarvan. En dit is een ouderwets die DVR PTR die voor D-Star gebruikt wordt. Hier zit een 12 volt blower op. Ik hoop die binnen niet al te lange tijd bestuur te maken, zodat hij op warmte reageert en niet meer voortdurend draait, want het is toch al een hoop lawaai hier. Dat is eigenlijk het hele dienstdaggedeelte, gewoon een traditionele hotspot. Er komt een schakelmechaniek tussen, zodat 70 eventueel ook in FM geschakeld kan worden. Maar ik denk niet dat ik dat langdurig zou gebruiken. En ik heb een MMDVM, zodat die multimode kan werken. Dit is de andere Raspberry die in de repeater zit. Die is voor echolink. Daar draait SVX-link op. De audiokaart knippert, zodat je kunt zien dat hij een bedrijf is. Het is allemaal gekoppeld via de microfoon en dit is een besturingsprintje, een van de twee. En dit is de transceiver voor 2 meter. Daar zit nog een 220 volt blower op, die moet vervangen worden door een 12 volt blower. En de professor is bevestigd. Ik word niet super warm, zonder die blower wel. Als ik de blower uitzet, dan zit hij zo op 100 graden. Dus daar is de beveiliging echt wel heel erg nodig. Ja, dat is eigenlijk de hele repeater, hè. Dus er is niet zo heel veel aan te zien. Elders in huis is nog een ruimte waar een beetje buiten bereik, er is daar niet veel licht. Maar daar staan de ontvangers van de repeater. Dit is eigenlijk alleen de ontvangst op 2 meter voor 144,875. En er zijn nog 4 andere frequenties waar die ook op werkt. En dat is een extra Raspberry Pi, die is met het netwerk gekoppeld met deze. Ik had hier eerder een wifi repeater in gebruik. En dat moet ik zeggen verbetert wel de connectiviteit. Er zijn minder vaak echt grote problemen die maar af en toe optreden. Maar tegelijkertijd begon mijn geluid op die staan steeds meer te hakkelen. En dat bleek veroorzaakt te worden door de wifi repeater. Dus die heb ik er alweer uitgehaald. Tja, een beetje een rommeltje, maar het is expres zo opgezet, zodat ik heel makkelijk en heel snel allerlei veranderingen kan doorvoeren, wat ook al een paar keer gebeurd is. Alleen ten opzichte van vorig jaar is dat niet zo spectaculair om te zien. Een ander printje zit erin en nog wat zaken. Ja, ik kan er eigenlijk niet zoveel over vertellen. Het is een heel simpele opzet, 2 transceivers en nog wat extra ontvangers. En dat is het hele ding. Er komt binnenkort een extra Raspberry Pi bij voor wat extra functionaliteit, onder andere met chatten, wat digitaal werkt. En dan komt vermoedelijk ook een soort BBS-achtig iets met een mailbox en nog wat fratsen erin. Maar die wordt ook niet op deze plek opgesteld, die komt van elders in het huis. Het communiceert allemaal netjes via IP, hè? Dat is het mooie van de SVX-Link software. Met de oude UPS werkte de repeater 35 minuten nog door. Als de stroom weg is. En ik denk dat de nieuwe 1,5 keer zo groot is. Dus dat zou iets langer moeten zijn nog. Zoals heel in het begin. Dit is wat ik vaak gebruik, dat zijn adapters van printers en zo die overblijven. Ik had in het begin er eentje gebruikt. Die had ik speciaal voor XTV ook bewaard. Om die ervoor te gebruiken. Maar die hing een dag al stuk. Maar goed, deze die werkt al een jaar. En dit is ook eentje die geen... hoe noem je dat, geen storing geeft en ook niet gevoelig is voor hoge temp of zo. Hè?